Donderdagochtend is in Breda een scooterrijder zwaar gewond geraakt toen hij in een bocht op het spinveld van de weg raakte en hard met zijn hoofd op een stoeprand terecht kwam. De man liep ernstig hersenletsel op en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. De politie doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.